warme man. Als je binnenkwam bij hem, dan maakte hij gelijk een praatje met je. Hoe gaat het? En, ja, en hij deed ook heel veel voor de bejaarden en voor de jeugd. Tico stond er bekend als een betrokken en sociale ondernemer met een hart op de juiste plaats. Dat zie je ook aan de mensen die vandaag hier naartoe zijn gekomen, hebben hun laatste eer bewezen aan Tico. Gewoon niet te veel nadenken, gewoon doen, weet je. Gewoon helpen, hè? En dat is toch het mooie van Tico. En zo moeten we hem ook herinneren, bewaren, meenemen in ons hart, meenemen in ons verdere leven. Tico zal nooit verdwijnen, weet je wel. Dat is een mooi voorbeeld voor heel veel mensen. Hij verdient dit wel, zoveel mensen. Ja. De schok is ook enorm, want niemand die kan het eigenlijk nog geloven. Heeft u dat ook? Dat u denkt van ja, dat kan toch eigenlijk niet? Dat is iedereen's gedachte. Nee, ik kan het niet geloven. Het is ook echt gek. Iedere dag loop ik toch wel even langs hier. En dan bekijk ik toch wel even de bloemen hier. En dan denk ik, het kan toch niet? Kijk, wij kennen Tico als een man die heel voor de stad deed. Hij was altijd opgewekt. Altijd, hé vriend, zei hij tegen mij ook. Ja. En dan gebeurt er zoiets. Kan jij dat zelf wel ergens een plek geven? Want het is natuurlijk moeilijk voor te stellen eigenlijk, wat er dan in zijn hoofd is omgegaan. Ja, nou ik kan het me heel moeilijk voorstellen natuurlijk. Maar het enige wat ik me kan voorstellen is dat als je zo'n groot hart hebt, en zo'n goed hart hebt, dat je je eigen problemen een beetje naar achteren schuift en anderen gaat helpen. De laatste maanden vonden we hem ook slechter uitzien. Mijn vriendin haalde altijd hier de schoenen op en de pakketjes, et cetera. En we vonden hem slecht uitzien, maar hij bleef altijd lachen, weet je wel. En dat was Tico, want altijd een vrolijk opgewekte jongen. Ja, maar achter die glimlach zat toch een andere. En jammer dat we hem niet hebben kunnen helpen. En jammer dat we hem niet hebben kunnen behoeden. En jammer dat we hier niet meer met hem mogen zijn. Maar wel heel fijn dat er zoveel mensen komen. ...19 gasten die ik heb dit jaar gehad in de winkel om te leren. Gedrag, ja? Ja, daar heb ik gewoon steken.